Dag dames en heren, een hele goede avond en welkom. We zijn vanavond in het Fletcher Hotel, het Veluwsebos, en dat is in Beekbergen. En ik ga in gesprek met een regisseur en een voorzitter en zij zijn van toneelgroep Graficus. En Frank Vermeulen is hier om te praten over het hospice in Apeldoorn. Ik heb natuurlijk het uitidee voor u en Elke Krakau, zij is life coach en zij helpt mensen om de juiste keuzes te maken. Elke, goedenavond en welkom. Goedenavond, ja. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ik zei het net al, jij helpt mensen om keuzes te maken. Je bent life coach. Ja. Waarom word je dat? Het is eigenlijk naar aanleiding van mijn eigen ervaringen. Ik heb zelf ook de nodige keuzes gemaakt waar ik... best wel spijt van heb gehad. Ik heb harde lessen geleerd, een baan gekozen waar ik uiteindelijk helemaal niet op mijn plek zat. En toen toch gestrand, dus uiteindelijk thuis komen te zitten. En hele goede begeleiding gehad, gelukkig. En daarmee de roer omgegooid. En toen werd jij begeleid en toen dacht jij van, dat wil ik ook gaan doen. Absoluut, ja. Ik was altijd al wel iemand die ook collega's coachte. En ik trainde ook al wel mensen over bepaalde onderwerpen. Soft skills, hè, persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. En eigenlijk heb ik in die tijd geleerd dat ik daar best wel goed in was. En dat ik dat heel leuk vond. Dus ja, toen ik eenmaal strandde en ik eigenlijk de keuze had om mijn carrière helemaal opnieuw te kunnen beginnen, koos ik ervoor om lifecoach te worden. Ja, welke mensen komen dan bij jou? Ja, ik zei net al, keuzes maken, maar nog meer waar ze mee zitten? Ja, absoluut. Het is heel divers. Er zijn mensen, tieners die bij mij komen, die bijvoorbeeld een studiekeuze moeten maken. Ook een hele belangrijke keuze waarvan je tegenwoordig eigenlijk, als je het verkeerde kiest, best wel hele grote consequenties ondervindt. Ik ben ooit eens benaderd door een vrouw van 85 die graag met mij wilde praten. 85? Ja. En die wilde de roer nog omgooien? Ja, die wilde graag praten over de keuzes die ze had gemaakt. Ja. Vond zij dat ze foute keuzes had gemaakt dan? Nou, uiteindelijk ben ik niet heel ver met haar gekomen, omdat uiteindelijk toch een life coach niet hetgene was wat zij nodig had. Zij had meer iemand nodig voor bijvoorbeeld rouwverwerking, ze was net haar partner verloren. Maar ik vond het wel heel leuk dat blijkbaar mijn verhaal haar ook aansprak. Ja, en heel dapper ook dat ze bij je komt, absoluut, toch? Absoluut, ja. Ja. En, maar jij zegt net keuzes maken, maar op dat moment maak je een keus. Dan maak je toch gewoon dan de goede keus. Klinkt een beetje ingewikkeld, waar ik kijk. Als het om keuzes maken gaat, dan kunnen we ons eigenlijk door twee dingen laten beïnvloeden. En dat is door onszelf of door anderen. En we maken tegenwoordig heel veel keuzes waarbij we ons door anderen laten beïnvloeden. En uiteindelijk krijg je daar spijt van, omdat je dan niet je hart volgt en niet volgt wie je echt graag wil zijn. En dat is wat ik heel veel terugzie in mijn praktijk. Veel dertigers, de leeftijd tussen 25 en 40 zijn heel veel mensen die nu stranden, omdat ze eerder of tijdens hun studie of tijdens de eerste baan keuzes gemaakt hebben en nu op zo'n punt zitten van oké, het afgelopen 10 jaar heeft het me niks gebracht, wat ga ik nu doen? Ja, en hoe help jij die mensen dan? Of je hebt bijvoorbeeld mensen die altijd hetzelfde doen, die dag in dag uit, ja, naar werk moet dan, maar ik bedoel ook niet links afgaan, maar steeds maar rechtdoor. Ja, op die paden blijven, niet durven links of rechts. Hoe leer je dat? Dat zijn van die typische gedragspatronen inderdaad, waar we die we heel diep uitsluiten vaak. En wat ook heel moeilijk is om daarvan af te wijken. Want rechtdoor gaan is dan vaak het pad wat we kennen. We weten wat voor uitkomst we krijgen. Dat is veilig ook, hè? Ja. En vaak is het niet eens de uitkomst die we graag willen, maar we weten wel wat we krijgen. En ja, links of rechts afslaan is dan vaak heel moeilijk, omdat we niet weten wat die uitkomst gaat bieden. Terwijl daar misschien wel een veel grotere geluk en succes ligt dan wanneer je altijd maar rechtdoor gaat. Ja. En hoe moeilijk is het dan om een keer linksaf te gaan voor die mensen? Heel moeilijk. Ja? Zeker als jij al heel lang hetzelfde doet en nooit echt naar jezelf geluisterd hebt. Want dat zie ik vaak ook terug. Dat weten wat je wil hangt heel erg samen met weten wie je bent. Mm-hmm. Dus vaak beginnen we daar ook mee in een traject. Het is voor heel veel mensen heel moeilijk om uiteindelijk het roer om te gooien. Of al is het maar een kleine keuze, iets anders te maken dan wat ze eerder deden. Ja. Maar als het eenmaal zover is en ze maken die keuze... Dan zijn ze heel blij. Ja, dat geeft heel veel energie. En dat is als coach ook eigenlijk het mooiste om te zien. Ja, heb je praktijk aan huis? Ga je naar de mensen toe? Ja, ik heb een praktijk aan huis. Ik ben ook wel bereid om te reizen wanneer iemand dat liever heeft.
Wat ik ook doe is wandelen in het bos met mensen en samen met mijn hond. Oh, dat werkt ook goed. Ja, de natuur is eigenlijk de meest pure plek, hè, om tot onszelf te komen. Mm-hmm. Dus dat is nog weer een extra energieboost. Ja. Nou ja, die keuzes moet je maken. Ik bedoel, kom je in de supermarkt, 100 van één ding. En dat is dan moeilijk om te kiezen. Ja. Geef je ook workshops of trainingen? Ja, ik geef trainingen in het doorbreken van je gedragspatroon. Hè. Komt dus dat ook voor, wat ik nou net noem, in de supermarkt? Ja, er zijn mensen die inderdaad met de kleinste dingen in het leven al moeite hebben. Ja. En hoe verder je van jezelf verwijderd bent, hoe moeilijker het is om bijvoorbeeld te besluiten wat je vanavond eet of wat je aantrekt. Of hè, al die kleine keuzes worden dan steeds moeilijker. Maar sta je ook wel eens voor de spiegel dat je denkt, doe dit en dat je dan 10 keer iets anders aan hebt? Nou, 10 keer meestal niet. Maar dat heeft meer met tijd te maken. Okay. Maar ik merk wel dat hoe dichter ik bij mezelf kom, hoe makkelijker dat soort keuzes worden. En hoe meer ik me ook realiseer dat als ik van tevoren nadenk over mijn keuze, dat die ook makkelijker te maken is. Ja, het is toch moeilijk? Het is de hele dag keuzes maken eigenlijk. Klopt, ja. Ja, we maken iets van 30.000 keuzes op een dag. Echt waar? 30.000, er wordt gelachen achter mij hier. Herkenbaar, of niet? Voor nou ja, mannen en vrouwen maakt dat niet uit? Nee, dat maakt niet uit. En het is zelfs al dat de mensen die hier zitten nu besloten hebben of ze dit wel of niet van mij aan gaan nemen, dat het 30.000 zijn. Ook dat is een keuze. Ja. Dus zo maken we de hele dag ontzettend veel keuzes. En hoe langer je keuzes uitstelt, twijfel kost heel veel energie. Mm-hmm. En hoe langer je ze uitstelt, hoe meer energie het je eigenlijk op een dag kost. Wat dus interessant, 30.000 keuzes. Ik kijk even naar rechts. Ja, ze is ook te knikken. Als je bij jou een training of wilt volgen of een workshop, die heb jij ook gegeven. Ja. Komt misschien ook wel weer met de tijd. Ja. Die trainingen, hoe gaat dat eruit zien? Vertel even. Meestal is dat in een groep van maximaal 10, 12 personen. Waarbij we ook de materie zeg maar gaan behandelen, dus een theoretisch kader. En daarna gaan we vaak met praktische oefeningen aan de slag, zodat mensen ook echt de eerste stappen kunnen zetten tijdens zo'n training. Oké. Okay. Ja. Als mensen met jou in contact willen komen, hoe doen ze dat? Dat kan via mijn website www.krakaucoaching.nl. Krakau, dat is K-R-A-K-A-U. Ja, dat klopt. En ik zit ook op Facebook. Ik heb een Facebookpagina. Ik blog bijna iedere week over allemaal interessant ook onderwerpen die eigenlijk voor iedereen in de dagelijkse praktijk heel toepasbaar zijn. Ja, dan kan je eigenlijk altijd met jou in contact blijven. Klopt. Ja, zeker. Nou, hartstikke leuk, Elke. Ik vond het leuk dat je er was. Dank je wel. Heel veel succes. Bedankt. En wie weet zien we elkaar nog een keer weer om te praten over hoe de workshops waren en de trainingen. Ja, toch? Dankjewel. Ja, dankjewel. Graag. Goed, dames en heren, dan is het nu tijd voor de eerste twee tips in het uitidee. De boswachter van de Gelderse Landschap en Kastelen organiseert een historische wandeling in natuurgebied de Zandheggen. Samen wandelt u over een imposante zandstuifwal die de hoge droge Veluwe scheidt van de lagere en nattere gronden. Het is op zaterdag 8 oktober en de start is bij de Witte Slagboom Gelders Landschap in de bocht van de Greutelseweg naast het Kroondomein. De wandeling duurt 1,5 uur en wilt u meer weten? Kijk dan even op www.glk.nl/evenementen. Het Beekpark in Apeldoorn is ook dit jaar het hoofdpodium van het Roots in the Woods Festival. Met een keur aan theatervoorstellingen, sfeervolle muziek, interessante workshops en een heuse rauw en ruig aria. Het Roots in the Woods Festival is van 14 tot en met 29 oktober en het programma is te vinden op www.rootsinthewoods.nl. Het bijna thuishuis, dat is het hospice in Apeldoorn. De voorzitter van het hospice Apeldoorn is bij mij, Frank Vermeulen, welkom. Dank je wel. Ja, het hospice, vertel eens even, wat is het precies? Het hospice is eigenlijk precies wat je zegt, het is een bijna thuishuis. Dat betekent dat wij in het hospice Apeldoorn zorg verlenen aan mensen die in het laatste stadium van hun leven terechtgekomen zijn. Mm-hmm. En die thuis onvoldoende mogelijkheden hebben om dat tot een goed einde te brengen. Ja. We blijven de voorkeur geven aan het sterfbegeleiding thuis. Ja. Maar voor sommige mensen is dat om verschillende redenen niet mogelijk. En dan bieden wij de mogelijkheden om dat in ons hospice te realiseren. Ja, is het dan voor mensen die alleen zijn en geen familie hebben? Of wel familie en dat de familie het niet aan kan? Dat kan een van de redenen zijn? Voor alles wat je noemt, ja. Ja? Mensen die alleen zijn, daarvoor is het heel moeilijk natuurlijk om thuis te sterven. Sommige familieleden kunnen het niet
aan, ofwel fysiek ofwel psychisch niet. En dan, dan is het hospice een hele goede keuze om mensen daar te begeleiden. Ja, ja, hoe fijn is het dat er dan een hospice is, hè? Geweldig, geweldig. We horen het met name ook van de nabestaanden. Voortbestaande, moet je volgens sommige mensen zeggen, dat de zorg uit hospice die gegeven wordt, dat het echt een hele fijne tijd geweest, hoe gek het ook klinkt. Mm-hmm. Maar weet je, er is geen familieband. Je hoeft je als dochter of zoon niet in een dubbele functie te manoeuvreren. Mm-hmm. De zorgvrijwilligers die in ons hospice werken, die hoeven alleen maar de zorg te verlenen. Ja, het zijn allemaal vrijwilligers. Het zijn allemaal vrijwilligers. Je zijn het zorgvrijwilligers. Ja. Moeten die ook een achtergrond hebben in de zorg? Of? Nee, dat is zeker niet noodzakelijk. Je moet van mensen houden. Mm-hmm. Je moet een groot empathisch en voelend vermogen hebben. Je moet om kunnen gaan met moeilijke problemen. Mm-hmm. Je moet levenswijsheid en ervaring hebben, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar hoe maken jullie dan een keuze dat iemand wel geschikt is voor zorgvrijwilliger? Ja, we hebben een uitgebreid introductieproces. Ja. Mensen krijgen een sollicitatiegesprek met een van onze coördinatoren. En doorlopen dan ook een cursus. Daarna dan worden ze 6 weken begeleid door een ervaren zorgvrijwilliger, een coach. En na die 6 weken wordt dan in onderling overleg besloten of iemand daar geschikt voor is. Ja, en wat is dan precies de taak van die zorgvrijwilliger? Er zijn. Alleen maar er zijn. En het kan variëren van samen een fotoalbum doorbladeren, samen in de Bijbel lezen, samen muziek maken. Er zijn, aandacht hebben. Maar niet wassen? Nee. We hebben verpleegkundige zorg in huis via een thuiszorgorganisatie. En die doen echt de verpleegtechnische handelingen. Ja, ja. Maar onze vrijwilligers die zijn ervoor om aandacht, liefde, zorg, warmte te geven aan de mensen die er zijn. En voor hoeveel mensen hebben jullie plek? We hebben vijf gastenkamers. Oh, gastenkamers. We noemen onze mensen ook geen patiënten, we noemen ze gasten. Ze zijn gasten bij ons in huis. En die 5 gastenkamers zijn niet altijd bezet, maar dat varieert van 2 tot 5. Soms hebben we een wachtlijst en soms is er maar 1 gast. Ja. Dat is, je kan het niet voorspellen natuurlijk. Is hospice in Apeldoorn, is er maar 1 hospice in Apeldoorn? Er is 1 bijna thuishuis in Apeldoorn. Er is nog een ander hospice, maar het is een high care hospice. Daar wordt verpleegkundige zorg veel meer gegeven. Mm-hmm. Daar is ook 24 uur per dag verpleegkundige zorg in huis. En dat is gekoppeld aan het Zonnehuis, het verpleeghuis hier in Beekbergen. Mm. Daar wordt wat ingewikkelde zorg gegeven. Dat betekent ook dat de huisarts daar niet meer de huisarts is. Dus intern. In het hospice Apeldoorn, het bijna thuishuis, blijven de gasten hun eigen huisarts houden. Dat is ook fijn natuurlijk. Ja. Ja, en hoe lang kunnen gasten bij jullie blijven? Ja, dat is een beetje een rare vraag natuurlijk. Maar ja, dat is heel moeilijk. Ja. Maximaal 3 maanden in feite. Alleen, ja, kijk, de geboorte kan je bijna op een dag nauwkeurig voorspellen, maar het sterven kan je niet voorspellen. En het gebeurt wel eens dat mensen inderdaad na 1 of 2 dagen alweer verdwijnen. Mm-hmm. Maar er gebeurt ook wel dat mensen na 3 maanden nog steeds in ons hospice verblijven. Ja. We wachten dat niet helemaal af, want een aantal weken voor die tijd gaan we toch een gesprek aan met de gasten en met de familie. Is dit nog wel de juiste keuze om hier te zijn? Sommige mensen knappen door de aandacht en de zorg zo enorm op, dat ze weer naar huis kunnen. Ja. Zien we ze misschien een half jaar later weer opnieuw, maar dan kunnen ze toch wel weer een poos naar huis. Ja, dat is toch mooi. Dus de toegang tot het hospice wordt gegeven door een zogenaamde terminaalverklaring. Mm-hmm. Er moet dus een arts zijn, een huisarts of een specialist, die verklaart dat het dat de levensduur korter zal zijn dan 3 maanden. Ja, precies. Maar de huisarts die komt bij de patiënt thuis en die zegt van, misschien kun je, die geeft aan van, is het hospice niet iets voor jou? Of ja, de meeste mensen in het hospice komen door verwijzing van de huisarts of uit het ziekenhuis. Mm-hmm. Maar ook door maatschappelijk werk, maar ook door familie zelf. Fijn. Je kan jezelf aanmelden. Maar Frank, wordt het ook vergoed? Het wordt met vergoed. Geld altijd. Maar we leven voor een groot deel van subsidies van het VWS. Die gelukkig VWS, Volksgezondheid, Welzijn en Sportministerie. Mm-hmm. Die gelukkig de palliatieve zorg in een hoog vaandel heeft staan. Maar we zijn ook voor een groot deel afhankelijk van legaten, donaties, acties, sponsoren. Daar zijn we constant mee bezig om voldoende geld binnen te krijgen. Ja. Want we worden toch geacht voor een groot deel daardoor te kunnen blijven bestaan. Ja, Polkastraat, hè? Polkastraat, zeg maar. Het is een voormalig kerkgebouw. Dat is 10, 12 jaar geleden is dat verworven door een aantal Apeldoorners. En wij huren dat van de Stichting Vrienden van het Hospice. Okay.
Het is een fantastisch gebouw, heel grote oppervlakte. En mensen van andere hospices die bij ons komen kijken, die zijn echt geïmponeerd door de ruimte, maar ook door de sfeer die er hangt. Je bent uitgenodigd om een keertje te komen kijken. Een keer kijken. De meeste mensen hebben een eng idee over het hospice. Je stapt daar de drempel over en het zal een soort uitvaartcentrum zijn. Nee, het is een huiskamergevoel. Echt een warme sfeer. Met vrijwilligers, zorgvrijwilligers en gastheren, gastdames. Ja. Die verzorgen, er zijn gastdames die inderdaad telefoon aannemen, de deuren open doen, de bloemen verzorgen, de familie ontvangen enzovoort. Er zijn een aantal mensen die in de techniek bezig zijn, die de apparatuur onderhouden en zo. En jullie hebben mensen nodig, Frank? Ja, vrijwilligers. Ja. We hebben vrijwilligers nodig. We hebben er 50 zorgvrijwilligers 50? Ongeveer. Maar er zijn toch voornamelijk dames van boven de 60, 65, 70 jaar. Ja. En er is best wel een verloop door leeftijd, door ziekte, door dat mensen het niet meer aankunnen. Ja, het vergt natuurlijk wel veel toch van je. Je wordt toch geacht om 2 keer per week 4 uur in het hospice aanwezig te zijn. En ook om daar je werk te doen. S'nachts? Nee, s'nachts dan is de verpleegkundige zorg aanwezig. Nou, stel mensen zitten te kijken, jij denkt is het nou alweer voorbij, maar echt waar, de tijd, hier zitten nog 2 heren, die willen ook zo graag aan het woord. Ja. Maar stel dat mensen denken van, ik wil toch eens een keer kijken, misschien is dat iets voor mij, zorgvrijwilliger. Waar moeten ze zich dan melden? Ja, dus 2 keer per jaar is er een open dag, dan kan iedereen komen kijken, de buurt en iedereen die daar belangstelling voor heeft. Maar mensen die zich aan willen melden als vrijwilliger, vooral heren graag. Het is allemaal heren hier. Dan kunnen ze gewoon binnenlopen op het hospice Polkastraat 5 en dan kunnen ze een coördinator treffen of een vrijwilliger treffen en daar een eerste indruk krijgen over wat het werk inhoudt. Ja, nog even, waarom zeg jij nou echt specifiek heren? Ja, er is een behoorlijk onevenredige verdeling in het team van de zorgvrijwilligers. Er zijn van de 50 zijn er, als ik het in mijn hoofd snel doe, 4 heren. Okay. En voor het evenwicht zou het beter zijn als er wat meer mannen bij zouden komen. Ja. Nou, ik vond het heel fijn, Frank, dat je hier was. Ik vond het ook fijn om iets over het hospice te mogen vertellen. Heel mooi. En ik kom een keer kijken. En jij zei van die open dagen. Ja. 2 keer per jaar. Ja, ik ga nu even weer aankondigen dat we 2 uittips hebben. Het klinkt wel een beetje raar, maar daar zou ook zomaar het hospice had erin kunnen zitten. Zeker. Weet je alweer een datum wanneer dat is? Nee, dat is nog niet bekend, maar het wordt gepubliceerd in onder andere de Stentor. Okay. Maar dit jaar nog? Dit jaar? Het is september, hè? Ja, ik hou het gewoon in de gaten. Precies, En dan zit hij de volgende keer, zit die uittip van jullie zit erbij. Dames en heren, de 2 uittips. De Halloween Griezel Express. Een ware horrorbelevenis op de Koningslijn. Bij de treinreis van de Halloween Griezel Express is niets zoals het lijkt. Met het invallen van de schemer komt Herr Hof, de vloek van de Veluwse stoomtreinmaatschappij, samen met andere duistere figuren tot leven. En tijdens deze editie reist u mee in een van de zitrijtuigen om te genieten van deze bloedstollende reis. Plotseling komt de stoomtrein tot stilstand op het verlaten station van Loenen. Loenen is omgetoverd tot een spookstation. U kunt dit jaar op zaterdag 22 oktober mee in deze horrortrein om de griezeluitdaging aan te gaan. Voor opstaplocaties, vertrektijden en reserveren kijkt u op www.stoomtrein.org. Op Paleis het Loo zijn 45 bijzondere Delftsblauwe tuinvazen te zien. De vazen zijn vervaardigd naar voorbeeld van 3 nog bestaande originelen die in de 17e eeuw zijn gemaakt voor de eerste bewoners van Paleis het Loo, koningsstadhouder Willem III en koningin Mary. Het plaatsen van deze vazen in de paleistuinen is de bekroning van de tuinrenovatie. De vazen staan tot en met 23 oktober in de paleistuinen. Wilt u alvast een voorproefje? Kijk dan op paleishetloo.nl. Mijn volgende 2 gasten zijn een regisseur en een voorzitter. En zij spelen, zij werken bij toneelgroep Graficus. Goedenavond. Goedenavond. Elke Herder en Henk Rijken. Klopt. Henk, jij bent de regisseur. Ik ben één van de regisseurs van Graficus. En Eltje, jij bent de voorzitter. Ja, maar ook acteur. Ook acteur? Dat vind ik veel belangrijker Ja, nog. Echt? Ja, tuurlijk. Oké, ik wil even weten hoe lang bestaat Graficus al. Wie wil daar iets over vertellen? De voorzitter? Oh, dat wil ik wel doen. Hoewel ik er nog maar 2 jaar bij zit, geloof ik. 2-3 jaar, weet ik dat we 83 jaar bestaan. 83 jaar? Ja, in 2018 vieren we het 85-jarige feest. Zo. Lustrumfeest. Opgericht in 1933, toen nog vanuit Wegener,
Wegener. Ja, vandaar ook de naam Graficus natuurlijk. Denk je ik denk, maar dat weet Henk misschien wel beter, want die zit natuurlijk veel langer bij. Henk zit er al 83 jaar bij. Ja, bijna. Min of meer. Nou, dat is wel leuk. We hebben één speler, die is er al bijna 50 jaar bij. Ja, echt dus dat waar? Is wel, en toevallig ook de speler met wie ik samen het stuk Oude Meesters ga spelen, wat Henk dan regisseert. Zo. Maar daar hebben we het misschien zo meteen wel over. Ja, daar gaan we zo. Maar over die geschiedenis, Henk. Ik heb, ik speel zelf nu 27 jaar bij Graficus. Mm-hmm. En wat je ziet is dat we heel veel, een hele diversiteit aan stukken gespeeld hebben. Waarvan een groot deel ook, zeg maar, het klassieke toneelrepertoire. Molière, Shakespeare, het is allemaal Heijermans, het is allemaal voorbij gekomen. En de laatste jaren wisselen we dat wat meer af. Zelfs verleden jaar voor het eerst een whodunit, hè, van Agatha Christie. Zo. Spannend. Ja, spannend. Zeer spannend. Ja, maar dat was voor ons ook het eerste, want het levert weer een ander soort. Bloed en zo. En, ja, het droop van de muren. Ja. Nee hoor, maar en nu weer een hele diversiteit. We hebben een eenacter op het programma staan, Bloedjeuk, die we nu al 2 jaar spelen, waar Eltje ook in meespeelt. We zijn bezig met een heel groot nieuw stuk, het bloedbad, over bloed gesproken. Ja, jullie houden echt van bloed. We houden echt van bloed. Het bloedbad van Penden, dat gaat volgend jaar in première. En morgenavond spelen we voor het eerst in Deventer ons nieuwe stuk Oude Meesters. Okay. Ja, maar daar wil ik het straks nog even over hebben. Okay. Echt, je krijgt tijd genoeg hoor. Om gelukkig, want ik wil het er zo graag over hebben. Ja, dat komt allemaal. Maar ik wil eerst even weten, hoeveel mensen spelen er bij jullie? Hoeveel leden hebben jullie? Ja, we hebben rond de 20 leden, zeg ik altijd. Ja. En dat komt omdat, kijk, je hebt prachtige stukken waar met 2-3 spelers je al klaar bent. Maar je hebt ook stukken die 10-12 spelers vergen. Mm-hmm. En je kan niet elk jaar alleen maar 2-3 spelers hebben. Nee. Dus we hebben zo'n 20 leden. Er zijn er een aantal die soms zelfs een keertje een jaartje niet meedoen. Die willen zelf niet meedoen? Die willen zelf niet meedoen. Van, of er is geen plek voor je. Soms valt het ook wel eens af en dan komt toch de één acteur of toch het volgende stuk in beeld. En dan zijn ze niet boos? Meestal niet. Okay. Er is wel eens eentje die dan toch wel teleurgesteld is dat hij een jaar niet mee kan doen. Ja. Maar gemiddeld genomen komen we daar goed uit. En we komen ook wel eens een speler tekort. Mm-hmm. En dan moeten we toch in de kring eromheen, want we hebben vaak toch ook mensen die een paar jaar lid geweest zijn, dan even om wat voor reden ook, carrière, school, toch even afstand nemen. Maar dan weten we toch nog, maar misschien wil die toch wel weer meedoen. Ja, ja. Dus vandaar dat het nog wel eens fluctueert, maar rond de 20 leden. Okay, wat is de kracht van Graficus? 83 jaar. Oh. Ja. Ja, ik kan niet zo goed terugkijken in het verleden natuurlijk, maar passie voor het toneel, passie om te spelen. En we hebben de ambitie om toch ook wat boven het gebruikelijke amateurniveau te spelen. Ja, maar jullie hebben ook nogal wat prijzen in de wacht al weet hij ook wel weer veel. Maar daar ga ik gewoon weer mee. Ja, maar hij is wel heel veel aan het woord, vind je niet? Ik vind wel, ja. Nee, maar goed, daarom kijk ik naar jou. Nee, dat mag hij nog wel even vertellen hoor. Nou, kijk, een aantal jaren geleden vroeg, toen ik zelf voorzitter was, vroeg iemand van hoe komt het dat jullie dat lukte. En toen zei ik, we slagen er meestal in om op alle details, de regie, de spelers, de stukkeuze, het decor, allemaal op een redelijk hoog niveau te komen en dat dan ook nog samen te laten vallen. Dan slaag je erin om een goed stuk neer te zetten. En ja, je bent zo goed als je laatste voorstelling. En meestal vinden ons publiek gelukkig het zo goed dat ze nog een keer terugkomen. Ja, maar wat voor prijs hebben jullie nou gewonnen? Wat dat prijs? Wil ik nou, even. We hebben een aantal jaren mee mogen doen met het toernooi De Lage Landen. Ja. In Elslo, in Limburg, waar elk jaar de 4 of 5 beste uit Nederland en België 7 zaterdagen achter elkaar mogen spelen. Mm-hmm. En daar hebben we prijzen gewonnen. Daar zijn we een keer tweede geworden, daar zijn we een keer derde geworden. Er zijn individuele Oscars voor het amateurtoneel uitgereikt aan spelers van ons. Geweldig. Gerard de Jong, Lisbeth Laurensen hebben daar prijzen gewonnen als de beste actrice, de beste acteur. Dat was prachtig om daar aan mee te mogen maar doen. Blijven ze dan bij jullie of gaan ze verder? Dan zijn ze hartstikke goed, dan kunnen ze zomaar. Nou, ook dat komt. We hebben 17, 18, 19-jarigen die bij ons een aantal jaren spelen. En vervolgens een theateropleiding gaan volgen. En dan uiteindelijk beroeps worden. Ook dat hebben we meegemaakt. Maar dat hadden jullie, dat was niet jullie ambitie? Nee wij hebben ik er ook nog. Ik wil even nou met Eltje. Nou, toen ik jong was wel. Ja.
Maar dat kwam er niet van. Ik moest er vaak leren van mijn ouders. Ja, maar je had heel graag naar de toneelschool willen gaan. Jawel. Ik had die ambitie wel. Ja. Maar goed, Nou, zeg, wat voor activiteiten worden jullie nog meer uitgenodigd? Jullie zijn dus bij de Theaterstraat geweest, in Uggelen was dat. Ja. Nog meer activiteiten? Nou, Henk noemde net al even die één acte. Ja. Hij noemde de titel al Bloedjeuk. Ja, ga daar nou maar zo. Ja? Bloedjeuk, nou mogen jullie los. Precies. Bloedjeuk is een één acte. Die hebben we al tussen de 10 en de 15 keer gespeeld. Zo. En het blijven we ook spelen. Bloedjeuk is het gevecht tussen vier mannen op de werkvloer. Oh. Het gaat over communicatie, heel over samenwerking. Ja. Precies. En daarom is het ook een heel goed stuk om bijvoorbeeld voor bedrijven te spelen. Ja. We spelen 10 november voor het ondernemerspodium in Orpheus. We hebben bij de rechtspraak gespeeld. Ik weet niet of je weet wat de rechtspraak is. Nou, je weet wel wat rechtspraak is, maar de rechtspraak. Ja. Dat zit in Utrecht, een enorm groot gebouw waar heel veel mensen werken. Daar zijn jullie uitgenodigd? We hebben gespeeld voor een afdeling en dat is zo goed bevallen dat we zelfs in het opleidingsprogramma van de rechtspraak zijn opgenomen. Kijk zo. Dus ook in november spelen we voor alle leidinggevenden van de rechtspraak in Den Haag. Dus en er komt een coachingsbureau, komt er kijken, 10 november als wij... En dat doen jullie met Bloedjeuk? Dat doen we en wie met... ben jij? Wie speel jij? Ik ben de leidinggevende van dit soort. Leidinggevende? Ja, ik dacht dat Henk dat was, maar dat... Nee, hij speelt niet mee in Bloedjeuk. Oh, hij speelt niet. Hij is de regisseur. Nee, ook niet. Hij is niet de regisseur van Bloedjeuk. Niet van dit stuk. Nee. Maar Bloedjeuk heeft ook geen regisseur meer nodig. Okay. Bloedjeuk is al zo vaak gespeeld dat die regisseur ook niet meegaat. Nee, vind je het jammer, Henk, dat je niet in Bloedjeuk zit? Ja, vind je heel jammer. Daar hoeft niks mee. Kijk, nou ben je sprakeloos, hè? Nou, nee, niet bepaald. Maar meestal zwijg ik als de voorzitter praat. Ja, nee. Dat is helemaal niet waar. Ik zal eerlijk zeggen, toen ik het stuk in eerste instantie, toen dacht ik... en toen later heb ik daar wel een beetje spijt van gehad. Mm-hmm. Want het is een prachtig gegeven. Dat is supergaaf nu, hè? Ja. Oh, nou, dat ook. Dat ook. Maar het geeft heel fijntjes weer hoe de sfeer vaak op de werkvloer kan zijn. En dat zet je wel tot nadenken. Ah, je zegt fijntjes, maar het is in feite natuurlijk een parodie. Het is een uitvergroting. Ja. Het theater is altijd een uitvergroting, anders is het niet interessant natuurlijk. Nee, en het volgende stuk? Oude Meesters. Ja. Daar waar je het over hebben. Morgenavond voor het eerst in Deventer. 15 oktober in Nijmegen en dan in Apeldoorn. Zo, Deventer en Nijmegen mogen dit niet weten, maar we houden natuurlijk de mooiste voorstelling voor Apeldoorn. Deze dat begrijp je. Ja. Okay. In Gigant in Apeldoorn of niet? Nee. We hebben voor het ASEC-gebouw gekozen. Oh, het ASEC-gebouw. Weet je, omdat we met twee spelers zijn, het is toch zo dat, hoewel we natuurlijk publiek ook buiten onze familie- en kennissenkring proberen te werven, daar is dit ook een heel leuk programma voor, denk ik. Ja, maar anders hebben jullie zoveel mensen, dus er zijn alleen maar familie. Maar goed, als je met 10 acteurs speelt, dan nemen die 10 acteurs allemaal publiek mee. En dan is Gigant een prachtige plek om een première te spelen en om het daarna ook nog een aantal keer te spelen. Wij hebben voor dit stuk juist gekozen voor de wat kleinere theaters. Omdat Gigant dan te groot is. Mm-hmm. B, omdat het ook leuk is om het zoveel mogelijk te spelen. We gaan het 6 keer spelen. Een beetje intieme sfeer ook. Ja, we gaan het in hele leuke theaters, met name in Arnhem en in Nijmegen spelen. Mm-hmm. Arnhem Huis van Puk, Nijmegen Theater 4. Dat heette vroeger het Vrijdagtheater. Een heel leuk klein vestzaktheatertje. Mm-hmm. Maar dat kunnen we allemaal op de website vinden. Hè, oh, natuurlijk. Spelen, ja. Toch? En nog één stuk wil jij het nog even over hebben? Nou, wat heel leuk is, dit is een relatief kleine productie, hè, 2 spelers. Maar de rest van de spelers, die wil ook graag spelen, zitten. Het is het Bloedbad van Penden. Mm-hmm. Dat gaat volgend jaar in première. En dat is een stuk waar de rest van de spelers van Gravekes in kan spelen. Ja. En een buurtcomité komt bij elkaar, wil een groot feest organiseren en denkt terug aan het 100 jaar geleden Bloedbad van Penden. En dat willen ze weer nieuw leven inblazen. Okay. En dan zie je de werkgroep bij elkaar komen die dat voor elkaar moet krijgen. En dan komen de verschillende belangen naar boven toe om uiteindelijk dat prachtige theatrale Bloedbad nog een keer te herhalen. Nou, of dat lukt, dan moeten de mensen komen dat kijken. Ga je niet verklappen. Is het moeilijk om die club te regisseren, Ja, ook dat is weer een andere regisseur. We hebben, net wat ik zeg, verschillende regisseurs. Twee mensen is relatief makkelijk. Ik heb het ook relatief makkelijk omdat ik twee hele goede acteurs heb. Als je 10 mensen hebt die allemaal hun eigen agenda hebben, dan wordt het soms best lastig om dat tot één geheel te maken. Mm-hmm. Maar als je daar genoeg aandacht aan besteedt, dan lukt dat best wel. Nou, leuk. Jullie hebben het echt naar je zin, hè, bij Gravekes. Het is een prachtige vereniging. Ja,
goede sfeer ook onderling? Nou ja, niet altijd, maar, nee, maar vaak wel. Ja, nou, maar vaak wel. Vaak wel. Ja. Ja, ja, als je niet mee mag spelen, dan ben je misschien wel een beetje boos. Maar... Nou ja, weet je, dan moet er ook een decor komen. Dan moet er ook gesouffleerd worden. Dan moet er ook een lichtplan. Dan moet er geluid alles, gedaan worden. Ja. Er moet van alles gebeuren. En nou ja, daar slagen we meestal heel aardig in. Ja. Ja, en omdat je ook met verschillende producties werkt. We zijn niet alleen met oude meesters bezig. Hè, want dan heb je natuurlijk maar... Hè, er zijn maar twee acteurs en één regisseur. En wat mensen eromheen die we ook hard nodig hebben om te helpen. Ja. Hè, maar tegelijkertijd ben je met Penden bezig. Ja. Hè, we korten dat af. Het is bloedbad. Ja, Penden, dat is makkelijker. Ik kan ook bloedbad kunnen zeggen. Maar, klinkt ook weer een beetje even. Ja, precies. Ja, ja. Bloedjeuk speelt nog steeds. Dus er zijn allerlei activiteiten. Van waarschijnlijk volgend jaar weer. Een andere eenakte erbij. Ja, een bloederige toestand daar bij jullie. Nou, ik vond het leuk dat jullie er waren. Ja, het is, de tijd is om. Is er nog één ding wat jullie willen zeggen? Ja. Kan jij het koud kort houden? www.toneelgroepgraficus.nl en de Facebookpagina, daar kun je alle informatie vinden. Nou, vind ik goed. Henk, mensen denken toen, wat doe je raar tegen Henk? Maar wij kennen elkaar een beetje. Dat we hebben elkaar eerder gezien. Het viel mij ook op, ja. Ja, toch wel. Hè? Nee. Mensen thuis denken ook wel, maar dat is helemaal goed. En Henk, ik vind dat jij daar zo leuk zit, zo nou, tussen onder de bloemetjes. Is het hartstikke leuk. Nou, heel lief. Maar het is ook fijn om naar jou te kijken. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Nou, ik vond het geweldig dat jullie hier waren. Henk en Eltjo. Ik wens jullie heel veel toi met al die dingen die jullie gaan doen. Dankjewel. Kunnen jullie nog mensen gebruiken, toneelspelers? Heel ja, nou mag ik er als voorzitter iets over zeggen? Krap, zeg maar ja. Jonge mensen. Jonge ook. Mensen. Ja. Jonge mensen. Jonge mensen. Ja. Dames en heren, ik vond het leuk dat u keek en ik hoop dat u ervan genoten heeft. Wilt u een keer met mij in gesprek? Wilt u hier zitten? Dat kan. Mail dan even naar redactie@rtv-apeldoorn.nl. Ik wens u nog een hele mooie avond en wat mij betreft tot de volgende keer. Dag.